tweede dag van The Next Web, het festival dat in de Westergasfabriek wordt gehouden, begint op zijn einde te lopen. Tijd om eventjes de balans op te maken. Want ja, zoals je weet, ik heb de hele dag aan deze tafel gezeten en gisteren ook. Dus ik heb eigenlijk heel weinig meegekregen van het evenement. Frank Meeuws in ieder geval meer dan ik. Ja. Ja, Frank, wat als jij naar huis gaat straks, wat heb jij hier dan overgehouden aan deze editie van The Next Web? Nou, ik denk het leukste wat ik eraan heb overgehouden is dat ook ik de bril van Scoble even op mocht natuurlijk, de Google Glass. Mijn iPhone momentje, zal ik maar zeggen, opnieuw. Ik heb met name aan de drie sessies van vanochtend heb ik heel veel overgehouden. Begonnen met Robert Scoble, daarna Andy Budd, designer. En vervolgens Steven Wolfram van de Wolfram Alpha zoekmachine. En die drie vertelden onafhankelijk van elkaar een verhaal. Wat, als je het bij elkaar weer ziet, wel een soort van beeld van de toekomst schets. Wat ik wel heel spannend en heel interessant vind en waar ik heel erg enthousiast van word. Waarbij Scoble uitgaat van die age of context en dat door middel van wearable computing, data contexten, location data, etc. Dat we daarmee een soort wereld scheppen waarmee we veel meer van die wereld weten, hem scherper zien en er meer mee kunnen. Een meer gepersonaliseerde wereld. Steven Wolfram, eigenlijk een beetje op de achterkant, hij spreekt over een computational universe of possibilities. Dus dat hij probeert ook het universum te herscheppen door middel van algoritmische patronen, eigenlijk in zijn hele werk en zo. Dus dat zit er nog eens een keertje bij. En dan Andy Budd, die een heel mooi verhaal had over hoe belangrijk design eigenlijk is. En design is wat anders dan dingen stylen, maar echt nadenken over hoe help je mensen door middel van design verder. En help je ze met hun problemen. Die drie samen, die op de een of andere manier zorgen dat bij mij dat er een soort van ergens drie punten zijn gezet. En ik, die moeten nog aan elkaar komen. En dat is wel waar ik echt mee naar huis ga. Ik denk van ja, wat gaat dat worden eigenlijk? Dat weet ik nog niet. En als we even, nog even bij die eerste beginnen, die Robert Scoble. Ja. Je zei, ik mocht ook even zijn bril op, zijn Google Glass bril. Ja. Ik heb mezelf gisteren ook even gezien. En jij noemde het eerder een iPhone momentje. Je hebt er een blog over geschreven. Wat bedoel je daarmee, een iPhone momentje? Nou, toen in 2007 de iPhone voor het eerst naar Nederland kwam door jou en Vincent Evers en zo. Jullie waren een van de eerste die hem hadden. Dat was ook in de tijd dat Twitter toen net in Nederland begon. En ik kan me nog herinneren dat er toen de allereerste Twitterborrel was. Ik kon er helaas niet bij zijn door ziekte, maar ik kon het wel op Twitter volgen. En ik zag toen ook foto's van mensen die rondom jullie echt, nou ja, stonden met die iPhone en dat heel bijzonder vonden. En ik weet ook nog dat ik toen bij jullie bij jou bij de VPRO was, speciaal even langs ging bij jou om dat ding gewoon te zien en vast te houden en te proberen. En dat was een heel bijzonder moment voor mij op dat moment. En dat had ik nu weer. Met die glasses, dat ik denk van ja, toen ik hem opzette, toen begreep ik ook een andere blogpost die ik gisteren van Frans Reitsma las, de glas glimlach of de glimlach van glas, dat iedereen die dat ding opzet, die krijgt een bepaalde glimlach van dat hij in de toekomst kan kijken, lijkt het wel. En dat idee had ik vanochtend ook, ja, dit is echt wel niet zozeer deze bril en niet met dat schermpje, maar wel het idee wat het is, van wat het gaat betekenen, wat het gaat doen. Ja, dat is echt, echt waanzinnig. Dan gaan onze kinderen en onze kleinkinderen gaan de wereld heel anders beleven. En het gaat ook, net zoals dat de iPhone voor de mobiele revolutie heeft gezorgd, waar we met z'n allen heel lang om riepen. Maar daarnaast heeft gezorgd voor een hele nieuwe economie. Heeft gezorgd voor nieuwe sociale conventies. Denk ik dat zo'n glas, of dat idee van die Google Glass, dat hetzelfde gaat doen. Ja. Ja. Hey, heb jij je Pebble? Of niet? Ja. Maar zo vind ik bijvoorbeeld, dat heb ik gisteren gezegd, Pebble is een, je zou kunnen zeggen, het apparaat communiceert met je iPhone. Ja. Je krijgt berichten daarop binnen die zich daar afspelen. Ja, ja, ja. Nou, daar moet er ook van alles voor ontwikkeld gaan worden. Maar ik vind die eigenlijk al zo heel snel ouderwets voelen. Het is een beetje, ja, ik weet het, ik had ook een beetje van meh momentje. Ja, je mist al meteen, je merkt wel hoe je gewend bent geraakt aan touchscreens. Ja, Moet ik hier door knoppen doorheen navigeren? Ja. En zo zie je dus hoe snel dat gaat. Want wat jij zegt, ja, hoe lang is dat dus geleden? 6 jaar of zo? Vijf, zes jaar geleden, van die iPhone. En dat is eigenlijk al zo de gewoonste zaak van de zo wereld. Zo gewoon geworden inderdaad. En het is nu zelfs al zo dat mijn zoontje van 1, die denkt dat hij hier doorheen kan sliden. Die probeert dus, want je hebt die verschillende watchfaces, maar dan moet je op een knop drukken.
En hij is anderhalf, maar hij probeert dat dus met zijn vingertjes te doen. En ja, nee. Dat snapt hij dus niet, dat het niet werkt. Kwaad. Ja. Als je dat dan ziet, en voor Google is dat natuurlijk ook wel een mooi ding om te zien, dat zij iets bezig zijn wat zo aanspreekt. En natuurlijk zijn wij met elkaar... Het is een bubbel waar we in zitten. Het is een bubbel waar we in zitten. Zijn we nog niet de wereld, zeg maar. Er was gisteren ook nog een sessie. Die over privacy et cetera ging. Okay. Hoe kijk je aan tegen dat soort ontwikkelingen? Want dit is, het is niet alleen de verhalen die je ziet, is dat het dan sowieso hoe zou zijn dat ze gezichtsherkenning doen. Dan weet ik wie jij bent, haal ik je LinkedIn profiel op. Dan weet ik via een of andere je cloud, weet ik of jij interessant genoeg bent voor mij om mee te praten. Hoe kijk jij aan tegen privacy kwesties? Dat is natuurlijk heel moeilijk om daarmee in de toekomst te kijken. En toen ik vanochtend ook Scoble op het podium zag staan, met niet alleen zijn bril op, maar ook een iPad en 7 telefoons. En het was echt gewoon een soort cyborg. En die kant gaat het natuurlijk toch wel een beetje op dat we toch wel een soort van cyborg worden. Niet in de science fiction zin zoals we van Star Trek kennen. Maar wel dat idee krijg je. En dat gaat hele nieuwe conventies opleveren. En dat gaat problemen geven. En dat gaat privacy problemen geven. En daar gaan we gezeik mee krijgen. Ja, en die moeten we oplossen. En ik denk dat met de komst van het internet, met die enorme groei van het internet van de afgelopen 10, 15 jaar, toen was de samenleving daar nog niet echt klaar voor, politiek en wij als samenleving, onderwijs, et cetera. Wij verzagen niet echt wat er ging komen. Op dit moment is technologie zo embedded in onze samenleving dat deze vraag over privacy wordt al in een heel vroeg stadium gesteld en wordt terechtgesteld. Dus ik denk dat die problemen, die zullen we blijven houden. Praat gewoon door. Die problemen blijven houden, maar ik denk wel dat de samenleving nu meer, laten we zeggen, er klaar voor is om die discussie al in een vroeger stadium aan te gaan en daar een bepaalde richting in te kiezen. Het zal blijven en iedereen heeft zijn eigen vorm van privacy. Hey, veel mensen die spreken, die zeggen van die ontwikkelingen van de technologie gaan nu harder dan ooit. Ja. Heb je niet af en toe het gevoel dat de technologie te hard voor de mens gaat? Ja. Nou, en dat was ook wel een beetje wat ik uit de sprekers van vanochtend haalde. Dat ik me ook zat af te vragen van kijk, je kunt heel erg gaan afvragen van oké, dit gaat er allemaal aankomen, dit gaat er allemaal aankomen, dit gaat er allemaal aankomen, dus let op. Maar in hoeverre zijn mensen als bijvoorbeeld een Scoble of een Wolfram, zo'n Stephen Wolfram of allerlei anderen, zijn die zelf ook niet daar een beetje voor verantwoordelijk voor dat door hun enthousiasme start-ups en anderen gaan denken van ja, we moeten dit gaan maken, want we moeten bijblijven, waardoor het een soort van self-fulfilling self-fulfilling dinges, prophecy gaat worden. Ik denk dat we af en toe wel te snel gaan. Maar goed, net als met alle bewegingen in de geschiedenis zal ook dit weer een soort tegenbeweging krijgen. En je zult altijd mensen ook blijven houden die zich afsluiten daarvan. Die met hun oude iPhone zullen blijven werken inderdaad in plaats van een oude Nokia. Of gewoon met een oude Pebble, eerste generatie in plaats van de nieuwere. Het blijft bestaan. Maar tegelijkertijd, ik denk eigenlijk zelf, denk ik vaak dat we zeg maar, als we even deze groep mensen en die mensen die ook kijken, wij profiteren allemaal heel erg van al die communicatiemiddelen die er zijn. Van die, wij profiteren denk ik maximaal van die kennisdeling die mogelijk is. Daardoor heb ik zelf het gevoel dat het de gat tussen de voorhoede en de volgers zeg maar, eerder groter dan kleiner wordt. Ik vraag me ook af in hoeverre we ervan profiteren. Maar tot nu toe loop je gewoon eigenlijk best wel voor lul met zo'n Google Glass. En met zo'n Pebble, weet je, het ding is na een paar dagen is die leeg. Weet je, dan moet je hem weer opladen. Ik moet even mijn horloge opladen. Ja. Dus het is ook niet altijd profiteren. En het is ook best wel, als ik ook Scoble vanochtend ook hoorde over al die appjes om alles te meten. Ik denk van, als ik het allemaal aan moet laten staan, dan is mijn telefoon zo leeg. Ja. Dus ik denk dat het wel reuze meevalt. Het is natuurlijk wel heel erg, we zijn een soort een hele grote batterij met testkonijnen. Om te kijken hoe het gaat worden. Die kennis, ik denk dat de kenniskloof, die is veel belangrijker. Wij profiteren beter van die social media met elkaar. We kennen elkaar, dus een beter sneller van elkaar. Ik denk dat we er beter mee om kunnen gaan. Dat we er verstandiger mee om kunnen gaan. Dat we beter kunnen beslissen van, dit deel ik wel, dit deel ik niet. En daar ligt nog wel een hele klus inderdaad voor zaken als onderwijs en ouders en overheid wellicht voor een deel. Maar ook bedrijven, vind ik de verantwoordelijkheid van start-ups en van bedrijven
om daar een, in ieder geval een rol in te hebben, om daar iets in te kunnen betekenen, om die kenniskloof wellicht te dichten, ja. Ja, want uiteindelijk ben ik gewoon vaak, als ik bedoel presentatie of een aansluitend iets van een workshop doe, dan ben ik toch meestal nog wel, best wel op het niveau van De knoppenkennis. Hoe begin ik een Twitter-account, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, nee, inderdaad. Maar ja, goed, aan de andere kant. Ik moet echt een beetje wennen aan die stem steeds. Ja, ja. Maar aan de andere kant sta ik af en toe ook wel verbaasd over hoe snel anderen ook alweer een nieuwe technologie oppikken. En hoe snel, als ik naar dingen kijk als Google Plus of ook LinkedIn. Weet je, Google Plus, dat groeit enorm, ook in Nederland. Maar daar zien wij eigenlijk helemaal niks van. Maar toch zijn mensen daar wel allemaal mee bezig. Maar een beetje onzichtbaar allemaal. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder, van hoe dat allemaal gebeurt. Als ik zie ook hoe mensen in mijn familie of in mijn omgeving, die niet zo tech-savvy zijn, gewoon op Smulweb bezig zijn en receptjes delen en de Appie-app gebruiken. Dat is allemaal doodnormaal voor ze geworden. Dat kon je 5 jaar geleden niet voorstellen. Nee. Maar dit soort dingen als Twitter en Facebook, ja, dat is toch een soort. Het heeft niet echt met het dagelijks leven te maken. Voor ons wel, maar voor heel veel mensen nog niet. En misschien zit daar wel een soort van crux in. En daarnaast natuurlijk ook het beetje het geloof dat social media de wereld gaat redden en je stinkend rijk maakt, wat natuurlijk niet zo is. En dat ze dan hopen uit dat soort presentaties en workshops de 10 tips te krijgen. En als ik dat dan maar doe, dan komt het wel goed. Ja. Ja. Hey, maar goed, uiteindelijk dus denk ik voor jou, als je dit meeneemt van zo'n ochtend, is dat voor jou voldoende voor een evenement als dit, zeg maar? Ja. Ik zei het net al eventjes voor we begonnen. Gisteren had ik een beetje was dit wel de moeite waard? Maar vanochtend, ik vond het echt te gek. Vooral het verhaal van Steven Wolfram en Andy Butt. Dat was echt behoorlijk mindblowing om te horen wat er allemaal gaande is en wat er gebeurt. Dus nee, zeker de moeite waard. Ja. Oké, dank man. Tot zover deze aflevering. We hebben heel veel interviews al gedaan. Ik ben de teller zelf een beetje kwijt. Maar kijk terug op het YouTube-kanaal van Fast Moving Targets. Of later bundelen we het natuurlijk op de site. Ik denk dat we nog 1 of 2 interviews vandaag doen. En dan ben ik ook uitgepraat over dit onderwerp. Ik stop niet voordat we even Streamzilla bedankt hebben voor de stream. En Keep Go voor de sponsoring van dit evenement. Keep Go, daarmee kun je naar het buitenland gaan. Als je betaalbaar met je mobiel online wilt zijn. En hier gaan ze weer verder met Tim Ferriss. Dankjewel.